snowboardbindingen zaten nu goed vast, waardoor ik wegklikte. Vervolgens de landrijder zelf in de boom. En viel er allemaal sneeuw op mijn gezicht, waardoor ik niet kon ademen. Gelukkig kon ik uiteindelijk mijn bord weer krijgen uit de boom, waardoor ik mijn gezicht weer omhoog kon doen en weer kon ademen. Ik zit even te denken, als je zo meteen mijn bord kan pakken, als je zo meteen mijn bord kan pakken, dan kan ik hem losmaken. Als ik er in mijn eentje uit moest komen, dan had het 5 keer zo lang geduurd. Ja, cool. Ja, beter. Want dan moet je eerst heel je bord zorgen dat hij veilig is. Ik denk dat het heel erg mis. Het viel nog mee, maar waarschijnlijk voelde hij het nu kut. Ja, het was. Ik lag hier op de kop. En er viel allemaal sneeuw naar beneden. Ik doe een behoorlijk pakje terug, ja. Zo van, dan zegt van nou, ik dacht zo, die zit vast, joh. Maar gelukkig kon ik... Ik heb eerst een foto moeten maken, heel jammer. Het staat misschien op film. Dat is het einde. Ik zie nu tijd. Einde van het filmpje. Ja, stop me, ik krijg geen nieuws anders. Was dat filmpje? Ja, hij was aan het filmen. En dan zie je mij in de engelactie dus ook. Waarschijnlijk wel, ja. Als je er druppels op kan GoPro? Ja, allemaal. Ik ga ook. Ga maar voor. Ik heb mijn bord nog niet strak genoeg.